Hallo iedereen, welkom weer mijn goede beste. En Joren gaat verder met zijn slechte klappen genieten. Er lopen twee commando's door het bos als ze opeens drie mijnen vinden. Ze besluiten de mijnen mee te nemen naar de sergeant. Eenmaal onderweg zegt de een tegen de ander: stel dat er straks eentje afgaat, wat dan? Antwoordt de ander: dan zeggen we gewoon dat we maar twee hebben gevonden. Oké, ik ga nu eindelijk even beginnen. Jee! Hey, dat is een pijn ding. Nee, echt niet. Even wel. Ik heb lekker ballon. Nee, want ik zat op je rug, dus het is dan allebei. Die boot zat dus, in die boot zat er al een gat, dat is echt. Ja, nou. En nu gaat de boot ineens kopje onder. Ah. Zomaar. Ja, we hebben zoveel. Poepseks. Even kijken. En ik heb een vast andere grap open voor morgen. Volgende part. Nee. Leuk. Nu meer. Ja, ik geef ze aan de wc. Als je van zul ik je dat in je steek laten of niet? Weet ik wel. Jongens, Joren laat in de strekkers nu een beetje plasje aan het doen. Nou, ik ga als een. Ik weet niet of het echt past, maar ik ga gewoon even snel door het level. Want. Oké, die O die kan nog wel, maar. Ik weet niet of ik het. Ik denk niet dat. Ik ga het gewoon riskeren. Ik ga je even een trucje laten zien. Je hoeft die normaal gesproken zou ik de ding moeten stampen waar ik net vanaf sprong. Maar het hoeft niet, ik ben lekker slim en ik doe het gewoon niet. Ik ga gewoon lekker door het level alsof het dan me boeit wat hier allemaal gebeurt. Maar zeg je broers niet gedag? Nee, zeg je broers niet gedag. Broers is grensmeme, niet die van mij. Nou, meme? Meme, ja. Nee, hij is een meme. Nou. Ik wou wel zien op het internet. Dat was pas een meme. Oh, het! En daarom zit hij ook niet in de gay-kwartet. Dat is zo raar. Oké. Okay. Eerst de grap. De titel is Jongetje zonder licht. Ik zal wanneer ze later vertellen of? Nee, oké. Nee, doe het nu. Een politieagent ziet een jongetje rijden zonder licht op zijn fiets. Zo, heb jij die fiets van de zicht gekregen? Zegt de agent. Ja, antwoordt het jongetje. Vraag volgende keer maar aan zit of hij ook licht erop zet. Het jongetje zegt, maar jij hebt het paard. Maar heb je dat paard ook van Sinterklaas gekregen? Ja jongen, zegt de politieagent trots. Waarop het jongetje zegt, ben je de volgende keer aan Sinterklaas vragen of hij de lul ronde zet in plaats van erop? Albin stapt hem kennelijk op de achtergrond. Nee, op de achtergrond? Jij bent zit op de achtergrond. Benen is moe, dus het wordt achterhand. Hé, hey, dat ging bijna doodtip, shit. Ik wou vliegen. En daar is de besproezen weer. Nee, de. We hebben de kont van uw sexyheid. Oh jee. Dood. Kom je? Goed zo. Ik deed gewoon als een malle. Volgende grap. Wat noem je een poef naast een wc? Een drukfout. Wat noem je een boemerang die niet terugkomt als je hem weggooit? Dat noem je een tak. Oké. Okay. Dat is wel een slechte grap. Hoeveel is die? Top? 6,9 wordt die. Nee, ik bedoel de top. Geen idee, dat weet ik niet. Oh, ja, flauw! Hé hey, jongen, niet. Dat. Het is wit en het gaat omhoog. Benjamin? Nee. Coco? Nee. En debiele sneeuwvlok. Nou, ga je schelden ineens, Joren. Nee, debiel is niet schelden. Ja, oké. En er staat
heeft een 5,4, dus die is slecht. Wel, what the fuck. Veel te net. Natuurlijk. Ja, nee. Maar de titel was Wortel en Piemel, dus ik denk niet dat het... Wortel en Piemel. Echt alleen al de naam. Is niet grappig. Echt, hè. Met beleidsplan... Met beleid ontslaan. Iemand met beleid ontslaan. Ik... Dit is echt stom. Deze is echt stom, dat zie ik niet al. Omdat jij het leest? Zeker weten. Waarom doe je eigenlijk zo weinig, joh? Nee, dit is een slechte grap. Fuck jou, echt serieus. Mensen geboren in Amsterdam. Ik ben een Amsterdammer. Mensen geboren in Hamburg. Ik ben een hamburger. Die is zo slecht. Hamburger, dat weet iedereen. Ik vind hem wel op een van de reden. Oh nee, deze heb ik wel eens gezien. Oma vroeg bij elke bruiloft wanneer ik nu eigenlijk aan de beurt was. Maar de lol ging al snel af toen ik hetzelfde vroeg bij het begrafenissen. Oké. Aan oma. Dus nu de oma eindelijk gedood krijgt. Oh, dit is maar 6,2 als ze zo slecht beoordeeld. Even kijken. Oh nee, deze is echt slecht. Je lacht toch, dus het moet iets... Okay. Waarom is het zo dat Sinterklaas altijd blij is? Hij weet waar de stoutste jongetjes en meisjes wonen. Even kijken. Een man gaat naar het ziekenhuis omdat hij zich al dagen lang erg rot voelt. Hij wordt na een kort onderzoek direct opgenomen en ligt in het ziekenhuisbed te wachten op de dokter. De dokter komt binnen en zegt, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat u nog zo'n 10 uur te leven heeft. De man vraagt bezorgd, wat is slechte nieuws dan al niet? Waarop de dokter antwoordt, ik had het eigenlijk gisteren al moeten vertellen. Oh. Oh shit, dan ben ik maar nog... Oh wacht, het is toch een... Is die Ja, boeien. Oh, dan heb ik een eentje gemist. Oh, dit is zo slecht. Deze is zo slecht. Deze is zo slecht. Een O tegen Q. De O zegt tegen de Q. Gaas, doe je veel plezier, je lul hangt uit je broek. Waarom is die grappig? Niet. Laatst stond ik in de file, draait de man naast mij het raampje open. Ik dacht, die wil mij wat vragen, dus ik draai... Huh? Oh ja, deze ken ik, die ken ik. What the fuck, ik kan het niet lezen. Laatst stond ik in de file, draait de man naast mij zijn raampje open. Ik dacht, die wil mij wat vragen, dus ik draai mijn raampje open. Roept de man, hey, ook een schiet gelaten? Tuurlijk. Nee, ik ga flauwe grappen doen. Was dat te veel? Oh shit. Dit wordt slecht. Klaas is thuis en op een gegeven moment komt de buurman in paniek naar hem toe rennen en roept help, help! Klaas vraagt zich aan de buurman af wat er aan de hand is en hij zegt mijn schoonmoeder wil uit het raam springen. Klaas vraagt, waarom laat je die teef dan niet gewoon springen? Die teef, wat de fuck? Ja. Antwoordt de buurman, dat is er nou juist. Ik krijg het raam maar niet open. Voordat je nieuwe gaat opzoeken, dit is het einde van de episode. Ja, jij bent een kwartier lang nu achter elkaar grappen zitten opzoeken. Ja, nee, dit is gewoon een goede site. www.onlinegrappen.nl. En dan zit ik nu bij flauwe grappen. Bedankt voor het kijken. En doei.